Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op het YouTube-kanaal van de Wrexham Career Mode CIGI. We zijn natuurlijk al best ver in deze career mode en dit keer staat de belangrijke FA Cup op het programma tegen West Ham United. Waarom deze belangrijk is? Nou, we hebben een doelstelling en dat betekent... Ja, volgens mij was het kwartfinale Champions League, maar de doelstelling komt later. Daar kom ik later wel weer even op terug. Hato moest trouwens Bessie vervangen volgens de media. Nou, in dit geval had de media het verkeerd, want Hato is gehaald als linksback en niet als centerback. We moeten alleen wel zijn ontwikkelingsplan hiervoor aanpassen, want Hato past er eigenlijk niet op linksback. Er staat wel dat hij het kan, alleen moeten we wel zijn ontwikkelingsschema hiervoor aanpassen. Hebben we uiteindelijk ook gedaan. Gaan we dan over naar de wedstrijd tegen West Ham die jullie al een tijdje in beeld zien. Ja, dit is gewoon een beladen wedstrijd voor mij überhaupt. Want de doelstelling van de FA Cup in Engeland ligt heel hoog. Heeft een hele hoge prioriteit. En dus belangrijk. Uiteindelijk is de FA Cup de laatste 16 halen. Nou, dit is de eerste ronde volgens mij nog maar. Dus we hebben nog wel een lange weg te gaan voor mijn gevoel. Volgens mij zijn dat nog 3 rondes overleven dat je dan in de laatste 16 zit. Nou ja, in ieder geval West Ham nog steeds op 0-0. Ik had ook niet het gevoel dat West Ham beter was dan ons in de wedstrijd. Nee, we begonnen gewoon hartstikke goed. En kijk eens, een Garnacho met een geweldig schot. En hij schiet Wrexham op een 0-1 voorsprong hier in Londen. Want ja, West Ham speelt natuurlijk in hun eigen prachtige stadion. Alleen bij een eventuele return mogen wij de thuiswedstrijd spelen. En die thuiswedstrijd is dan tevens ook de beslissende. Maar laten we hopen dat het maar 1 wedstrijd wordt. Want het Premier League schema is zo vol voor ons. Want we zitten natuurlijk vlak bij de Carabao Cup finale. Oh jongens, er is zoveel in ons schema nog te doen. Dat de spelers gewoon zo moe worden. Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Je krijgt bijna gewoon geen rust. Maar ja, dat maakt deze competitie natuurlijk ook ijzersterk. Maar West Ham lijkt er een beetje mentaal doorheen te zitten. Wrexham begon steeds meer te domineren. Hier zien we Tigoland en daar zien we Garnacho met een geweldige bal op Kenneth Taylor. En hij schiet Wrexham op een 2-0 voorsprong. En toen dacht ik in mijn hoofd van oké, hopelijk kunnen we nu snel de 0-3 maken. Dat ging direct door mijn hoofd, want ik wil spelers sparen. Want die League Cup wedstrijd tegen Chelsea komt er ook aan. En die League Cup wil ik echt heel graag winnen. Want daar zit ook een Europees ticket aan verbonden. En dan hebben we in ieder geval die Europa League ticket. Als het goed is, is het een Europa League ticket. Laat ik het daarop houden. Dus laten we hopen dat dat ons gaat lukken. In de Premier League staan we er tevens ook heel goed voor. We staan momenteel op de 2e positie, volgens mij. Dus ja, we moeten gewoon proberen alles in eigen hand te houden. Maar kijk eens, West Ham doet direct wat terug. En het is 1-2. En toen begon het alweer door mijn hoofd van oké, waarschijnlijk moet deze selectie deze helft gaan afspelen. Dat wordt weer geen rust. Dat betekent dat we weer met een bepaald B-elftal moeten gaan spelen in de volgende wedstrijd. Of er moest heel veel rust tussen zitten. Ja, ik wist het schema even toen niet meer uit mijn hoofd. Maar het zit zo dicht op elkaar. En kijk eens, Taylor 3-1. En toen dacht ik van oké, hier moeten we gebruik van gaan maken. 1-4. Dit is denk ik toch wel een klap voor zo'n West Ham. Ik bedoel, we verloren natuurlijk in de competitie van ze met 2-3. En dan is het gewoon belangrijk dat we deze wedstrijd wel winnen. Dat is A, een mentale klap voor West Ham. Want die zijn dan direct uitgeschakeld in de belangrijkste beker in Engeland. En ten tweede is dit heel erg goed voor onze doelstelling. Maar ook goed voor de spelersgroep. Want die moeten weer een beetje het gevoel van winnen krijgen. Want winnen, ja, dat is de laatste tijd nog niet zo makkelijk gebleken. Maar we verloren van Tottenham. We verloren toen van West Ham. En nu kan je deze wedstrijd eindelijk weer eens winnen. Want je bent al 2 weken aan het verliezen. En je moet gewoon eens weten wat winnen voelt. Maar kijk eens. West Ham krijgt de aansluitingstreffer. En zo staat het 2-3. En zo kan alles weer kan alles er weer uit. Want nu mag je wel weer wat anders gaan doen. Nu mag je gewoon weer proberen aan te vallen. Maar West Ham, we leveren gewoon weer de bal in bij West Ham. Ik mis gewoon een stukje scherpte bij een tegendoelpunt. Ik bedoel van hier, toen we de eerste tegentreffer kregen, Taylor, bam, 3-1. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik bedoel van, dan is zo'n mentale klap weer een tegendoelpunt zo hoog. Dat we gewoon ons mentaal niet klaar kunnen maken om weer verder te gaan. Laat ik het zo zeggen. Verdedigend zakt het dan helemaal als een puddingzak in elkaar.
Ja, het is werkelijk wel ongelooflijk. En ik krijg dat niet uit de selectie. Uiteindelijk krijgt West Ham een gele kaart. Deze gele kaart is van Enzo Chiasato. Maar goed, hopelijk kunnen we dan snel de 1-4 gaan maken. Want dat betekent dat deze pot er natuurlijk op zit. Maar, ik bedoel, sorry, 1-4. Het is 2-3. Maar West Ham geeft zich niet gewonnen. En dan is hier Kudus. En de oude Ajax-schiet kan zo doorlopen. En de oude Ajax-schiet schiet alleen wel rechtaf op Areola. Corner dan voor West Ham. Wetende dat Wrexham daar niet goed in is in de corners verdedigen. En daar is dan Nee, daar is niet de 3-3. Daar is wel de 3-3. Ongelooflijk. Weer wil je het voetballend oplossen. En dan gaat het de Valikant mis. En dan is het de andere oud-Eredivisie spits die scoort. Enes Ünal. Die heeft natuurlijk bij FC Twente gespeeld. Garnacho dan, die probeert direct een actie te maken. Nou, dat mislukt, Valikant. En dan zien we gewoon dat West Ham weer ver op de helft van Wrexham de bal heeft. En daar komt Fagioli. En daar is weer Enes Ünal. Alleen dit keer kan Areola het schot wel keren. En dan is het de grote vraag. Wat kan West Ham nog? Kan het nog een overwinning pakken? Ja hoor, daar is de 4-3. Ongelooflijk, wat een knappe prestatie van het team van David Moyes. Hij heeft het voor elkaar gekregen, West Ham, met een comeback van Joels, de 3-1 achter. En nu sta je 4-3 voor. En nu moet je dit toch eigenlijk als West Ham over de streep trekken. Maar dan is hier Tigoland. En Tigoland maakt er bijna 4-4 van. En dan is daar Hato, die komt er niet aan. Knezevic, ja, die krijgt de bal niet. Maar die krijgt de bal Taylor, nee, ook niet. Keeper probeert hem onder druk te zetten. Nou, dat gaat ook niet goed. En zo naderen we de 65ste minuut. Heeft West Ham toch wat het graag wou, hoor. Die voorsprong. En daar is Chiasato. En daar is Mukhtar om het af te maken. Maar nee, daar is dan toch nog onze keeper Areola met de redding. Mukhtar. Kudus, Palinha, nou daar moeten we echt voor oppassen hoor, want die Palinha vind ik een goede voetballer. 78ste minuut van de wedstrijd, Mason Greenwood loopt inmiddels op zijn laatste benen. Is gewoon heel erg moe, zoekt naar een aanspeelmogelijkheid, die krijgt het bij Kenneth Taylor. Taylor is de beste speler in het veld. Poku is een beste opkomend talent in het veld. Maar goed, de 84ste minuut nadert en Wrexham heeft nog steeds geen kans gehad op de 4-4. En kijk eens, daar is dan nummer 5, nee! Toch niet. Toch weer nonchalant afgemaakt door West Ham. 86ste minuut van de wedstrijd. De Wrexham leeft nog steeds. Dat is toch eigenlijk al een wonder te noemen. Ernest Poku heeft de bal. Poku geeft de bal aan Hato. Hato weet ook dat de bal naar voren moet. Washington. Knezevic. Wanneer komt die 4-4? Taylor. Het duurt allemaal veel te lang. Taylor, probeer maar eens wat. En daar is dan de 4-4. Knezevic met een fantastische loopactie. En kijk naar de spelers van West Ham. Die liggen op de grond. Die doen Ajax. Nou ja, dat bedoel ik niet slecht. Maar die doen wat Ajax deed tegen Tottenham. Hetzelfde. Gaan liggen op de grond. Want ja, daar gaat een goed resultaat. 4-4. En Wrexham speelt nu een thuiswedstrijd tegen jullie. Daar gaat je thuisvoordeel. En West Ham had daar nou geen idee meer. En nam genoegen met een 4-4 gelijk. Maar dit is een enorme klap. Niet voor Enes Ünal. Ja, ook misschien wel. Maar hij mag de bal mee naar huis met 4 doelpunten. Carried hij West Ham. Nou, in ieder geval een resultaat tegen Wrexham. En dan moeten wij ons gaan opmaken voor het League Cup duel met Chelsea. En dat doen wij dan ook in ons eigen Wrexham stadion. Dus we hoeven dit keer niet af te reizen naar het prachtige Londen. Zien we dan nog stunts? Ja, Liverpool is uitgeschakeld door Championship Club Southampton. Pakken we het interview ook direct nog eventjes mee, want je moet zo positief mogelijk blijven. Kijk naar Hato, is nu nog content qua moreel. Schiet omhoog, omdat we positief over hem praten. Gelukkig is hij nu. Het team moreel was ook nog content. Nou, dat moet weer richting het groen. Dat lukt dan ook. Want het team afkraken heeft geen zin. Want dan krijgen zij zelf aan minder motivatie. Het moreel gaat omlaag. Spelers begrijpen elkaar minder op het veld. Er is geen chemie in de selectie. Ja, dat moet je gewoon niet hebben. Je moet gewoon zo positief mogelijk blijven over je ploeg. Nou, het League Cup duel met Chelsea staat dus op het programma een hele belangrijke. Aangezien dit de halve finale is. De halve finale speelt natuurlijk een uit- en een thuiswedstrijd. En we beginnen met de thuiswedstrijd in Wrexham tegenover dus Chelsea.
Ik denk wel dat Chelsea de favoriet is. Ondanks dat we natuurlijk op dit moment een geweldig seizoen meemaken, denk ik dat wij boven onze stand leven in de Premier League. Denk ik dat we boven alle verwachtingen de halve finale van de Carabao Cup hebben bereikt van deze beker. En die wil je zo graag mee naar huis. Want dat betekent dat we weer eindelijk wat zilverwerk in onze prijzenkast kunnen doen. Want sinds League One is er geen prijs meer gewonnen. Promotie hebben we afgedwongen van de Championship naar vanaf plek 2. Toen stroomden we door naar de Premier League. En daar werden we 10e, wat gewoon onze doelstelling was. Hè? Dus daar hebben we helemaal niks verkeerd in gedaan. Maar Chelsea begint heel erg brutaal. Want zij kregen de eerste grote kans van deze wedstrijd. En ja, we kregen op dit soort momenten nog niet echt druk op Chelsea. Maar we probeerden wel onze kracht te benutten. En dat is countervoetbal. Althans, je dus zo snel mogelijk uit weten te voetballen. En kijk eens, Garnacho, 1-0. Ongelooflijk. Chelsea laat zich weer enorm kennen in de verdediging. En ja, daar profiteert zo'n Wrexham dan wel van. Want wij hebben een Garnacho, een Poku, een Greenwood. Ja, die kunnen gewoon akelig snel lopen. Moet ik wel eerlijk zeggen dat een Garnacho wel heel erg snel is. Maar ook gewoon heel erg behendigd aan de bal is. Heel goede techniek heeft. En die techniek laat hij maar eens zien. Want hij heeft ook een hele goede, ja, hoe noem ik dat? Schiettechniek. Hoe hij de ballen in de goal legt. Hij schiet over het algemeen altijd geplaatst. Nou, maar hij kan dus ook blijkbaar ongeplaatst schieten. Want dit was een ongeplaatst schot. Geeft Wrexham zich daar gewonnen? Nee. Alleen hebben we wel een vermoeide Hato in de selectie staan. Dus dat betekent dat Arias aan het warmlopen is om in de tweede helft in te gaan vallen. Arias is onze rechtsback, maar die kan tevens ook op linksback spelen. Aangezien we Acosta hebben verhuurd. Want Acosta is gewoon te licht bevonden. Chelsea, ja, die werd onder druk gezet. Zien we ook dat ze de bal uitspelen. Want ja, ze weten nog niet zo goed wat ze onder die druk moeten vandaan doen. En kijk eens, daar was dan weer Garnacho. En dit keer wel een hele goede redding van de doelman. Maar daar is dan de 2-0, wil ik zeggen. Maar nee, de vermoeide Hato kopt net over de doel. Dan probeert Wrexham opnieuw de aanval te zoeken met deze Mason Greenwood. Greenwood probeert naar binnen te snijden en dat lukt. En Greenwood vindt dan wel ook nog eens een medespeler. En dan staat het 2-0. En dan is het onze topspits Divide Washington. Toevallig overgekomen van Chelsea 2 jaar geleden. En hij schiet de 2-0 binnen. En zo moet Chelsea waarschijnlijk met een achterstand naar Londen om dat om te gaan draaien. Maar mijn verwachting is dat dat nog wel eens een hele spannende wedstrijd kan worden. Maar goed, we zijn nog niet klaar hier in Wrexham. Het kan ook zijn dat het 3-0 wordt. Het kan ook zijn dat het 2-1 wordt. Ja, en dan opeens leeft Chelsea gewoon weer, hè. Fofana naar binnen. Ja, dit kan dat moment zijn. Nee zeg, wat een redding van Areola. Fantastische redding. En nu een corner. Ja, die moet je wegkoppen. En nou, nee, Areola komt gewoon goed uit. Kan natuurlijk ook. En zo is dit de ruststand. 2-0. Ben ik wel redelijk tevreden over. Ik was nog niet tevreden over hoe wij aan de bal waren. Dat vond ik nog niet zo sterk. Maar goed, weet je, het kan nog komen. Maar Chelsea nam buiten de verwachtingen om toch wel een beetje de leiding in de wedstrijd. Begon steeds meer balbezit te krijgen. En wij waren steeds slordiger aan de bal. Maar uiteindelijk doen we een solotje met Taylor. Nou, je ziet Kim Pembe heel raar instappen. Waardoor wij ruimte krijgen en dan afgeven. En dan zit hij er net niet in. Greenwood schiet eigenlijk net iets te zacht binnen, zeg maar. Ja, en daardoor leeft Chelsea eigenlijk nog. Want 1 doelpunt en ze zijn terug in de wedstrijd. Maar kijk eens, daar is Garnacho die afgeeft op Washington. En die geeft af op Greenwood. Maar opnieuw krijgt Greenwood de bal er niet in. En dan probeert Chelsea weer hun overmacht in de wedstrijd te laten zien. Pino, Fofana, nee. Maar daar is dan nog Fofana. En weer een geweldige redding van keeper Areola. Corner voor Chelsea dus. Waar gaat dit tot leiden? Nou, ja, toch wel tot iets. Die staande tackle was niet zo heel erg lekker getimed. Maar uiteindelijk proberen we er ons weer voetballend uit te krijgen. En dat lukte dan wel redelijk. Maar dan is daar Chelsea weer in aanval. En Chelsea probeert een schietkans te forceren. Lukt alleen nog niet. Maar daar wel. En weer verwerkt naar een hoekschop door Areola.
En kijk, de keeper is zelfs mee naar voren, zie ik nu. Poku. Poku. Ja, die wou iets te leuk doen. Want ja, ik snap wel dat de keeper meegaat. Eén doelpunt, dan, zijn er natuurlijk alle kansen liggen weer helemaal open. Maar goed, dat is nu nog niet zo. En, oh, Areola, het gaat allemaal maar net goed. Miscommunicatie tussen hem en de centerback. Areola wou de bal pakken, maar de centerback heeft de bal uiteindelijk. En dan moet je het gewoon kalm aan uitspelen. Maar ook dat vertikken we om te doen. Waardoor in de extra tijd Chelsea misschien nog één kans kan forceren. Dan zien we ook nog eens een voordeelregel. Wij weer met een dubieuze tackle. En dit had ook zomaar dubieus kunnen zijn. En hier speelt Chelsea het toch wel echt dramatisch uit. En daardoor gaat Wrexham met een 2-0 voorsprong richting Londen voor het duel in de return tegen Chelsea. Maar eerst staat er een competitiewedstrijd op het programma tegen Newcastle United. En dat is een hele belangrijke wedstrijd hoor. Newcastle speelt redelijk laag in onze competitie. En wij moeten er gewoon voor gaan zorgen dat wij Newcastle kunnen gaan stoppen. Maar eerst weer het interview. En zoals ik al zei, je moet zo positief mogelijk proberen te blijven. En dat is echt niet makkelijk. Want soms heb ik ook wel het idee van, ja, ze verdienen het gewoon om afgekraakt te worden. Maar dat heeft gewoon geen zin. Dan gaat Joe, dat zoals ik net ook al zei, ik ga het niet herhalen. Nou, uiteindelijk is Taylor ook weer erg gelukkig. Het team Steven steekt nog een beetje bij gelukkig. Maar daar ben ik ook blij mee hoor. Ik bedoel van, ze moeten gelukkig zijn. Ze moeten zich vrolijk voelen bij de club. Ze moeten zich blij voelen met de trainer die ze hebben. En dat is gewoon belangrijk. Ook omdat wij in de winter waarschijnlijk nog, nou ja, aardig wat spelers weg gaan doen. Deze Jacobs bijvoorbeeld wordt verhuurd aan Südtirol. Südtirol? Ik blijf mijn antwoord even schuldig waar die voetbalclub vandaan komt. Maar uiteindelijk is dit de opstelling die je moet gaan doen voor de wedstrijd tegen Newcastle. En daar zitten natuurlijk aardig wat B-spelertjes tussen. Ja, daar kon je gewoon niet zoveel aan doen. Het was gewoon niet anders. Simpel. Maar goed, een belangrijke wedstrijd dus op het programma. Een wedstrijd waarvan ik eigenlijk wel verwacht dat we die moeten kunnen winnen. Maar goed, heb ik wel vaker verwacht. En dan uiteindelijk valt het allemaal wel weer tegen. Ja, en daar was de Newcastle trainer met Pochettino een handje geven. Want ja, dat is natuurlijk wel zo sportief. Newcastle draait een dramatisch seizoen in de Premier League. Het rijkste club van Europa. En dan toch, ja, het meestrijden praktisch bijna om degradatie. Rond die plekken spelen ze. Ja, dat is gewoon niet Newcastle waardig. En Newcastle laat zich ook echt het kaas van het brood eten. Want die was alweer een kans voor Knežević. Ze krijgen de bal alleen niet heel erg lekker weg. Waardoor een Knežević de bal weer bij een Poku krijgt. Ja, en die schiet de bal wel binnen. Ernest Poku, overgekomen van geen enkele club. We weten natuurlijk dat hij in de jeugd bij Jong AZ speelt. Maar ja, hij was transfervrij. En ik dacht van, mooi, dan hebben we weer een prachtige buitenspeler erbij. En dat laat hij ook maar weer eens zien. Poku is gewoon echt wel een meerwaarde voor deze club geworden. Hier, geweldige bal van Knežević. En Poku bedenkt zich geen moment, draait open en schiet de bal daarentegen ook gewoon prachtig binnen. En dan is het maar de vraag of we de 0 kunnen houden. Want dat is ook een doelstelling overigens. Doelstellingen gaan we na deze wat even bekijken. Oh, 2-0 zelfs al. Ernest Poku is bezig met de Ernest Poku Show. 2-0 voor Wrexham. Ja, Newcastle laat maar gewoon zien dat het meestrijden om degradatie wordt weggespeeld door Wrexham. En dat nog eens in Newcastle zelf in het eigen stadion. Ja, dat is natuurlijk niet wat het publiek in Newcastle graag wil zien. Maar nou goed, soms is het ook niet anders. Soms moet je gewoon accepteren dat je een dramatische ploeg hebt op Isaac na. En dat is wel een spits die we op ons lijstje hebben staan om als tweede spits te kunnen figureren. Maar Newcastle kreeg dus wel een grote kans en dit is opnieuw een grote kans. Areola met de redding. Ja, en hier komen we allemaal maar net goed weg.
Nou ja, nog steeds 0-2. Ben ik wel redelijk tevreden over, om eerlijk te zijn. Oh, maar daar weer een grote kans. Newcastle komt steeds meer in de wedstrijd, voor mijn gevoel. En dan moeten we er eigenlijk zo snel mogelijk uit weten te halen. Want daar is de 2-1. Ja, dan ben je al te laat. En dan is het die geweldige spits van Newcastle, Isaac. Ja, die is gewoon te goed voor Newcastle. Maar ja, er is blijkbaar geen club die hem oppikt. En zo opeens staat het 1-2. En dan leeft zo'n ploeg weer. En dan geven ze hoop. En je weet dan hoe Wrexham is na het tegendoelpunt. Dan geven ze alles weg. Isaac kon hier gewoon vrij binnen schieten bijna. Julinton, zijn schot wordt geblokt. Maar uiteindelijk is het Barnes. Barnes, overgekomen van Leicester City. Ja, en daar is Isaac. En daar is de 2-2. Het is werkelijk maar onvoorstelbaar. Het is werkelijk maar ongelooflijk waar je naar zit te kijken. 2-2. Wrexham geeft het gewoon helemaal weg. Maar goed, dat zijn we inmiddels wel gewend van Wrexham. Het is daarom ook weer dat Wrexham het slechts verdedigende team is in de Premier League. Besef ook dat dit de enigste Premier League wedstrijd is in deze video, want voor de rest is het allemaal beker. Want hierna komt de return tegen West Ham United. Isaac krijgt de bal bij Rich. Rice bij Tonali. Gusto. Tonali. Tonali! En die bal gaat er nog maar net niet in. Fontana Rosa en Bo proberen dan weer een aanvalletje op te zetten. Maar dat gaat allemaal net niet goed. En zo, ja, dan sta je daar opeens weer met je bek vol tanden. En dan is het 3-2. Isaac maakt er 3-2 van voor Newcastle. En dan is het maar de vraag of Wrexham nog überhaupt een 3-3 kan gaan maken. Want dat is dan nu al een resultaat terwijl je 0-2 voor stond. Ja, dan weet je gewoon, er is gewoon zoveel fout gegaan weer. 76 minuten van de wedstrijd. Nou, hier wordt mijn bericht bevestigd. Wrexham, West Ham. En daar is Poku. Poku, en het gaat er gewoon niet in. Poku mist ook al kans. Maar hier zetten we Newcastle onder druk. Uiteindelijk proberen we ze hier ook onder druk te zetten. Maar daar voetballen ze zich zo makkelijk onderuit. 82e minuut is inmiddels aangebroken. En we proberen er met Garnacho uit te komen. En dat lukt dan in dit geval ook. En Berardi valt bijvoorbeeld ook nog in. En daar is dan Garnacho die hem afgeeft op Kenneth Taylor. En zo staat het weer gelijk hier in Newcastle. En dan moet je ook gewoon weer vol voor de overwinning gaan. 3 punten, niks meer, niks minder. Is gewoon belangrijk in strijd om de competitie. Greenwood, Mason Greenwood. Greenwood heeft nog steeds de bal. En probeert de bal dan af te geven aan Jebinson. Jebinson draait naar binnen en krijgt de bal nog bij Taylor. Het zal toch niet gaan gebeuren? En jawel, het gebeurt wel. Wrexham wint deze wedstrijd door een doelpunt van Arias. De ingevallen rechtsback maakt hem. Het is werkelijk waar ongelooflijk wat Newcastle weer laat zien. En kijk, Areola, die had dit zelf denk ik ook niet meer zien aankomen. Wrexham gaat deze wedstrijd in Newcastle winnen met 4-3. En dat vind ik een knappe prestatie, mag ik wel eerlijk zeggen, denk ik. Vind ik, hè, van mijn team. Ik bedoel, van mentaal heb je zo'n dreun opgelopen door die achterstand. Dan toch maken we nog laat in de wedstrijd 3-3. En dan in de dying seconds maken we er 4-3 van door een geweldige loopactie van deze Arias. En dit is tevens ook zijn eerste doelpunt in het shirt van Wrexham. En ja, en dan ook weer, wat voor doelpunt. Zo immens belangrijk. De scheidsrechter heeft inmiddels afgefloten. Wrexham wint met 3-4 in dit spektakelstuk. Isaac mag de bal mee naar huis. En terecht natuurlijk, want hij heeft weer een welverdiende hattrick gescoord. En dat lukt hem wel vaker dit seizoen. Het Newcastle publiek klapt ook. Ze hebben een ploeg zien strijden tegen een ploeg wat strijdt om de titel op dit moment nog. Ik bedoel, van ik denk niet dat dat nog lang zo is. En dan weer het interview. En ja, in dit geval wil ik aardig zijn voor mijn ploeg. Maar in het echt had een coach helemaal afgebrand. Op het eindstuk na dan was het gewoon slecht. Maar goed, ik wil de positiviteit in mijn team houden. Poku is erg gelukkig en Jebinson is nog gelukkig. Ja, en Jebinson is gewoon niet blij dat hij op de bank zit. Dat snap ik, hij heeft een cruciaal contract.
Dat zijn meerdere spelers niet blij mee. Maar goed, ik heb cruciale contracten aangeboden. Aangezien ik anders aan die spelers niet kon komen. Anders wouden ze gewoon niet naar de club komen. Nou, deze belangrijke wedstrijd dus. West Ham-Wrexham. En dan nemen we jullie direct even mee in de doelstelling. Want daarom is deze wedstrijd zo belangrijk. De laatste 16 dus. Is dus de doelstelling. En dan zien we Premier League zorgen dat je Europa League komt. Nou, uiteindelijk kan de FA Cup en de Carabao Cup ons naar Europees voetbal schieten. En dat maakt me dan even niet uit of het de Conference League is of is het de Europa League. Ik hoop zo dat we de Champions League in eigen hand kunnen houden. Hè. Dat zou zo lekker zijn in je tweede seizoen. Ik bedoel, van dit team kan het echt hoor, ben ik van overtuigd. Ik bedoel, van, we hebben echt een geweldige selectie bij elkaar geraapt voor dit fantastische seizoen. Ik bedoel, van, we hebben bij de spelers het plan neergelegd. Pochettino heeft gezegd van dit wil ik met het team. En als jij dan komt, dan kan jij dit invullen. En dan, weet je wat, dan gaan we er gewoon een lekker seizoen van maken. Nou, we hebben het geluk dat we een sterspeler hebben als Taylor. Die waarschijnlijk volgend seizoen wel gaat vertrekken. Maar goed, dat zeg ik elk jaar. En hij is nog steeds gebleven. Maar goed, hij moet ook zijn waarde niet verliezen natuurlijk. Wrexham, West Ham. Verwachting, saai wedstrijd. Waarom? Beide ploegen zijn vermoeid. Vooral het Wrexham van Pochettino krijgt steeds meer vermoeidheidsklachten. Maar kijk eens! Taylor met een grote kans zeg. Maar daar is de keeper. Ja, de keeper van West Ham heeft wel inmiddels onze corner variant een beetje door. Poku krijgt de bal bij Washington. Washington met een steekbal. Nee, Taylor. En die krijgt de bal bij Poku. Alleen hij krijgt de bal er helaas ook niet in. Zo staat het nog steeds 0-0. En weer komt die keeper uit, wou ik zeggen. Maar die komt dit keer niet. En waardoor Washington kan koppen. En weer een geweldig schot van Garnacho. Alleen opnieuw keert die fantastische keeper van West Ham het. En dan merk je het al, Wrexham voert de druk op in hun thuiswedstrijd. Wrexham begint toch ondanks de vermoeidheid steeds meer vat te krijgen op West Ham. Maar dan hier maakt Berardi een fout, waardoor hier Enes Unal terugkomt op Asuncao. En Unal, nee, die krijgt de bal niet binnen. En die Asuncao is natuurlijk overgekomen van Wrexham. Want die hebben we natuurlijk ook transfervrij wisten over te nemen. En toen hebben we die verkocht aan Wrexham, aan West Ham, sorry. En die bal gaat uiteindelijk uit. Zo weet West Ham weinig kansen te creëren in deze wedstrijd. En daar was ik tevreden over. Dat betekent dat mijn centrale verdediging gewoon enorm goed staat. Poku probeert dan naar binnen te gaan. Nou, uiteindelijk lukt dat niet. Hato krijgt de bal. Knežević krijgt de bal bij Washington. Alleen hij schiet de bal net naast. En je zag de frustratie gewoon bij Pochettino van... Jongens, als we dit blijven doen, ja, dan is het gewoon wachten op een doelpunt van West Ham. Want we creëren de kansen. Alleen daar moet natuurlijk ook gewoon een kans in. Anders heeft West Ham maar genoeg aan één doelpunt en dan is het gewoon klaar. Is het over en uit, ben je uitgeschakeld. Maar goed, Kudus, Fornals, Oliveira. En dan krijgt Kudus de bal. Alleen, ja, krijgt hij niet echt een schotkans. En krijgt de andere West Ham-speler ook niet echt een schotkans. En zo gaan we rusten met een stand van 0 tegen 0. En dat kunnen we onszelf aanrekenen, want we waren heel goed in de eerste helft. Nou, de tweede helft dan. Hier had ik wel even verwacht dat ons team zou inkakken. Aangezien, ja, ik moest de A-spelers opstellen, want die zijn al vermoeid. Maar ja, ik wil deze wedstrijd winnen. Ik wil geen risico's nemen. De enige die onvermoeibaar was, was deze Garnacho. Hij geeft de bal bijna af op Washington. Alleen Washington stond te dicht bij Garnacho. Waardoor deze blessure die hij heeft opgelopen zijn eigen fout is. Hij staat te dicht bij Garnacho. Waardoor we de bal niet af kunnen geven. Ja, en dan komt de keeper eruit. Ja, en dan liggen opeens twee spelers van Wrexham op de grond. En dan is het wachten tot de bal uitgaat. Nou, dat is in dit geval ook zo. En zo kan Jeppinson in de plaats van de geblesseerde Washington komen. Laten we alsjeblieft hopen dat deze blessure niet al te lang duurt. Dat hij dit seizoen nog in actie kan komen. Want Washington is enorm belangrijk in onze speelstijl. Nou, de ingooi is inmiddels genomen. Knežević heeft de bal en hij krijgt de bal bij Garnacho. Er komt uiteindelijk geen gevaarlijke aanval uit. West Ham dan, ja, die proberen op te bouwen richting een aanval. Maar ja, het is al een tijd geleden dat we hun laatste aanval hebben gezien. 80ste minuut van de wedstrijd inmiddels. En in de volgende video beginnen we ook alweer met een bekerwedstrijd. En dat is de bekerwedstrijd tegen Chelsea. Dat is natuurlijk de returnwedstrijd in Londen. En dan komt deze Zuma er ook nog even in bij West Ham. Ja, ze hebben grote spelers op de bank hoor. Kon ik van dromen dat ik die zomaar even erin kon brengen. De enige die wij vaak op de bank hadden was een Garnacho. Nou, een Taylor lijkt er hier langs. Alleen ja, Taylor wordt wel echt ingehaald.
Waardoor we de bal afgeven aan Jebbinson. Hij krijgt de bal net niet binnen. Maar dan valt de bal perfect voor Kenneth Taylor. En hij schiet Wrexham op een 1-0 voorsprong. En dat gebeurt in de 85ste minuut van de wedstrijd. En de grote vraag is, kan West Ham United hier nog wat tegenover stellen? Nou, naar mijn verwachting niet. Dit lijkt mij een enorme klap voor West Ham United. De hele tijd hou je het knap vol. Lijkt je een verlenging eruit te slepen. En dan valt de bal perfect voor Kenneth Taylor. En aan hem is deze kans natuurlijk wel... Voor hem is deze kans wel goed. Want hij schiet dit soort ballen altijd binnen. Ook niet knap, want het is voor open doel. En Seymour's balen. Een resultaat leek in de lucht. Verlenging leek in de lucht. Want dan had je kunnen winnen hoor. Want dit Wrexham heeft echt weinig goede spelers op de bank. En er moest dan gewoon gewisseld worden, simpelweg. En zo naderen we de 90ste minuut van deze wedstrijd. Hebben wij inmiddels de bal, wou ik zeggen. Maar dat gebeurde niet. Alleen heeft West Ham totaal geen haast. En fluit de scheidsrechter af voor deze prachtige wedstrijd. Wrexham, nou prachtig was hij zeker niet. Maar voor ons wel, want wij winnen weer. Opnieuw een wedstrijd, de derde op rij die je wint. En zo weet Wrexham weer wat winnen is. Met 3 keer op rij ga je door naar de volgende ronde van de FA Cup. En dat is ronde 32. Dus dat zijn de laatste 32. Nou, op naar de laatste 16 dan maar. En dan hebben we in ieder geval die doelstelling binnen. Door een doelpunt van Taylor wordt deze wedstrijd dus beslist. Gaan we op naar het interview met Pochettino. Want die heeft natuurlijk waarschijnlijk wel een kritische vragen. Want Wrexham was helemaal niet zo fantastisch. Nou, je zag de supporters al klappen. Die zijn natuurlijk wel blij. Hadden dit zelf denk ik ook niet meer zien aankomen. Want ja, hun Wrexham was in de tweede helft gewoon niet zo sterk. Goed, Hull City wint van verlies van Arsenal. En Brighton wint nipt van een League 2 / 1 club. Ik weet even niet welke dit was. Het interview dan. Ja, het moreel is gelukkig. Nou, dan moeten we naar erg gelukkig zien te krijgen. Want dat betekent dat ze wel heel erg in het groen zitten. Washington ligt er wel een lange tijd uit, gok ik. De blessure leek op dit moment best ernstig, hoorden we van de hoofdvisio. De update krijgen we na het interview, hadden we gehoord. En zo hebben we de moreel in ieder geval erg gelukkig. Alleen is deze wedstrijd natuurlijk niet erg gelukkig afgelopen, want er is gewoon één smetje op deze overwinning. En dat is gewoon dat onze topspits geblesseerd is geraakt. En die is ook 3 maanden geblesseerd door een gebroken teen. En daardoor dus 3 maanden out of the running. Nou, dames en heren, de volgende wedstrijd is dus tegen Chelsea. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan zeker niet op de duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Later mensen!